Straks, THQ kondigt vervolgen aan. Makers van Castle Crashers komen met nieuwe game. En Metro 2033 krijgt Russische dialogen. Maar we beginnen met Sega's mascotte. Sonic the Hedgehog keert weer terug naar twee dimensies. De platformheld wist de afgelopen jaren weinig succes te boeken in 3D. Sega lijkt nu naar hun fans te hebben geluisterd. Uitgever THQ doet goede zaken. Zo is het pas uitgekomen Darksiders al meer dan 1 miljoen keer over de toonbank gegaan. De uitgever gaat zich naast hardcore games ook richten op digitale content om zo nog meer mensen aan te spreken. Belangrijker voor gamers is dat het bedrijf een aantal vervolgen op de planning heeft staan. Hoewel hier nog geen beelden van zijn, kun je in de loop van 2010 of begin 2011 een vervolg op Red Faction Guerrilla verwachten. Het origineel wist veel gamers te boeien door de unieke gameplay waarin je alles kan slopen. Van Saints Row wordt een derde deel verwacht. Nu Grand Theft Auto zich steeds meer richt op het verhaal, kan Saints Row zich nog meer richten op de arcade-achtige gameplay. Verder kunnen we in 2011 of begin 2012 vervolgen op Darksiders en The Blob verwachten. But these creatures cannot truly serve a horseman of the apocalypse. De ontwikkelstudio achter de populaire Xbox Live Arcade game Castle Crashers werkt aan een nieuwe game. Vooralsnog is alleen bekend dat Battle Block Theater wederom op Xbox Live Arcade uitkomt en wat details over het verhaal. Je belandt namelijk op een mysterieus eiland waar je beste vriend Hattie je verraadt en waar je gevangen wordt genomen door de lokale bevolking. Ze zullen je dwingen om dodelijke escapades uit te voeren. De shooter Metro 2033, die door het Oekraïense 4A Games wordt ontwikkeld, zal compleet ingesproken worden in het Russisch. Hoewel de game ook in het Engels te spelen valt, helpt de Russische taaloptie met de authenticiteit van de game. Metro 2033 speelt zich namelijk af in de metrogangen onder Moskou, waar een kleine groep overlevenden van een nucleaire ramp zich schuilhoudt. Uitgever THQ zet groot in op deze shooter. En er verschijnen dan ook regelmatig nieuwe beelden. En we sluiten dit gamejournaal af met gloednieuwe beelden van The Settlers 7. Dit zevende deel in de Settlers-reeks laat spelers hun eigen pad naar de overwinning uitstippelen. Ga je voor de militaire aanpak, investeer je in de wetenschap of maak je gebruik van kostbare handelsroutes? De nieuwe trailer ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Volgende week weer een nieuw gamejournaal. Tot dan!